Ajax loskomen na zo'n lange reis vanuit Oekraïne. Terwijl we hier Van Persie zien. Van Persie met een lekkere actie en Van Persie met het schot naast. Even terug keer met Dirk Kuyt in het Nederlands elftal speelt. Je speelt. Van Persie naar Basasikoglu. Die opening op Tony Villena. Villena schiet. En prima gered door Volkan Demirel. Dan gaat het niveau ook lekker omhoog. Tot vorig seizoen was hij de eerste keeper bij Fenerbahçe. Benayoun. Bellamy. Mag blijven naar beneden. Carroll staat klaar om uit te halen, maar Bellamy doet het op deze manier. Een voorzet van Albert Riera. En daar is het eerste doelpunt van de middag. En het wordt gemaakt door Pierre Webo. Die de felicitaties ontvangt van Dirk Kuyt. Een afgemeten voorzet van de Mallorcaan Albert Riera. Zoals hij dat zo vaak deed bij Liverpool. Perfect naar de grond geknikt door Pierre Webo. En zo komen Dirk Kuyt en zijn. We hebben nog jonge been. Dat is Sikoglu. Daar is Van Hooydonk. Die goed voor Sahin komt. Daarna schiet. Pierre Van Hooydonk. Die natuurlijk de Europa League won met Feyenoord. In 2002. Viel met naar de entree van Jerzy Dudek. Ja, dit vinden de mensen mooi. Het werd al enorm geklapt, hij werd enorm toegejuicht op het moment dat hij de gang maakte. Was dat Sico. Berghuis. Uitstekende voorzet en Van Hooydonk komt raak. Ja, als je ze zo krijgt aangeleverd, dan is missen onmogelijk. Zo'n Berghuis special met het linkerbeen afgemeten en Van Hooydonk hangt in de lucht en slaat die bal de hoek in. Dudek, zelfs in goede doen, in beste doen, zou hij waarschijnlijk hebben moeten capituleren. Na deze die op 26 februari 2012 op Wembley. Kuyt begon inderdaad op de bank, kwam pas in de extra tijd in het veld, terwijl we hier het doelpunt zien van de vrienden van Dirk Kuyt, gemaakt door Andy Carroll. Aanspits van Liverpool, tegenwoordig bij West Ham United. Lekker uitgehaald, geplaatst via de binnenkant van de paal. En zodoende staat het 2-1. Maar om dat verhaal nog even af te maken, Kuyt kwam er. Het is meer dan dat. Hier is Carragher. Kuyt kan aannemen, Kuyt kan schieten. Persie. Berghuis. Persie loopt door naar de eerste paal. Robin van Persie. Heel subtiel. En dat is te subtiel, want de inzet gaat voorlangs. Bij de tweede paal was Elia nog, maar die komt dan ook een bal aan kunnen lopen. Kuyt. Kan nu doorlopen. Dirk Kuyt. Voor zijn moment, zijn doelpunt. Nee, maar wel een assist. Want de bal wordt uiteindelijk binnengelopen door Luis Garcia. Dit was natuurlijk de kans waar Dirk Kuyt op heeft geloerd in het voorgaande half uur. Lodewijks doet niet mee aan dat feestje. Lijkt zelfs ook wel echt Elia gepaard waar hij de bal wil hebben. En dan krijgt hij hem ook perfect. Dat is Joelia. Elia op snelheid. Van Hooydonk laat lopen. En Lanzaat schiet binnen. Dat is van begin tot eind een klasse doelpunt. Hier zit alles in. Het begint met die mooie paas van Boschaert op Elia. Dan de versnelling van El Joelia. Het overstapje van Pierre Van Hooydonk. En de vrijheid voor Lanzaat om de bal feilloos in de verre hoek te schieten.
Carragher. Gerrard. En Kuyt nog maar eens. Wat scheelt het? Hatchett. Nummer 7. En daar hoort natuurlijk ook de zwarte broek bij. Voor het laatst. Hij is Dirk Kuyt zich in het tenue van Feyenoord. Plaats maken voor Dirk Kuyt. Band op. En dan is het plaatje compleet. Schaart. Voorzet. En dan gaat van de met Depay. Cocu. Van Persie. Van Persie. Het heeft echt zin in vanmiddag. Liet in de eerste wedstrijd ook al een paar mooie dingen zien. En hij heeft het echt prima naar zijn zin. Die in de voorwedstrijd meedeed. Een paar uitstekende dingen liet zien. Sneijder. Sneijder nu van Persie. Van Persie terug naar Sneijder. 1-0. En als hij de bal hier zo krijgt aangespeeld, dan is het natuurlijk prijs voor Persie. Met een fijne voetveeg. Bal in de hoek. 131 goals in 133 interlands. De diepte. Kuyt krijgt de bal. Kuyt schiet. Waar blijft die goal toch? Dat doelpunt. Waar zij op wachten. En waar hij natuurlijk ook op wacht. Het is nu al een paar keer bijna geweest. Depay krijgt de bal, maar schiet de bal dan uiteindelijk voor. Was het Sikobi? Kuyt. Kuyt. Dat was het moment misschien wel om het te doen. De bal die stuit op de knieën en dan in de handen van de Sar. Gerrard. Nog maar eens. Kuyt. De tweede paal wacht was het Sikobi, maar Kuyt zal het toch zeker wel zelf doen. Ja, noem maar eens. En Van der Sar staat daar. Het begint nu hilarisch te worden. Was het Sikoglu? Nog maar eens zoeken naar Dirk Kuyt. Wij doen het zelf. Ja, dat kan natuurlijk ook. Bilal Basacicoglu. Iedereen stelt zich eigenlijk in op een paas richting Dirk Kuyt, maar Basacicoglu ziet daar de verre hoeken open liggen. En schiet. En dat mag worden gezegd. Heel fijn binnen. Dudek. Gerrard. Toornstra. En weer is aan het zoeken. Waar is Kuyt? Hij te gaan. Laat lopen. Kuyt. Basacicoglu. Er wordt gevraagd door Kalu. Kuyt natuurlijk zelf. Ja, je hebt niet voor niets 130 keer Nederlands elftal. Van der Sar wil zich best laten passeren, maar er moet er wel iets meer gebeuren. Depay. Depay van Persie komt er bijna nog bij. Nederland nog eens met Sneijder die paast op
Babel. Sneijder met een laconiek balletje richting Van Persie. Kan worden onderschept. Nog eens Nederland met Babel. Van Persie aannemen. Schieten. Doelpunt. Robin van Persie. De topscorer aller tijden in het oranje shirt. Doet het ook in deze wedstrijd waarin Dirk Kuyt uitgeluiden wordt gedaan. Ja, dat wordt toch even zo geknipt van... Hij kan het nog, hè? En natuurlijk kan hij het nog. Dat heeft hij diverse wedstrijden laten zien in het tweede deel van dit seizoen. Na zijn terugkeer vanuit Turkije naar Rotterdam-Zuid. Het spel van Feyenoord, zoveel meerwaarde. Robin van Persie. Bakay begrijpt dat. Kuyt naar Rennen. Om van Bronckhorst heen. Richting het doel. En schiet hem aan. En van de Sar, wat doe je nou? Wat doe je nou van de Sar? Deze had erin gemoeten. Heel hevig, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want de mensen zijn toch echt naar Rotterdam gekomen om Dirk Kuyt hier nog een doelpunt te zien maken. De play en dan valt het doelpunt aan de andere kant. Ja, voor hem willen ze natuurlijk ook juichen. Voor Robin van Persie. Na een hoogstandje van Memphis Depay. En dan wordt het 3-1. Dan zal Pieter Vink waarschijnlijk een eind aan deze wedstrijd maken. Van der Sar komt uit zijn doel en maakt zo'n gebaar naar de fans die daar achter het doel zit. Kan het toch iets hebben geroepen. En vervolgens de tegenaanval met de voorzet van Depay achter het standbeen. En het binnenglijden door Van Persie. Was een chicane, was een vloed. En zo gaat de bal op de stip. Een penalty. En zo krijgen we nog eventjes het duel tussen Katwijk en Voorhout. Het duel tussen Kuyt en Van der Sar. Die elkaar zo vaak troffen in hun carrière als spelers van Feyenoord en Ajax. Als spelers van Liverpool en Manchester United. Maar ook zo vaak ploeggenoten waren. Kuyt, de man die heel veel belangrijke penalties heeft binnengeschoten. Hier. De bal in de hoek. En toch nog de treffer voor Dirk Kuyt. Die ook wordt omhelst door Van Persie. Prachtig. Ja, een feest moest toch gewoon hier compleet worden gemaakt. Natuurlijk.